kon ik heel onverwachts de nieuwste motor van Zero, een Amerikaans merk van elektrische motorfietsen. De Zero SRF is het model, de SRF. En eigenlijk kon dat heel onverwachts testen. Ik had gisteren een mail gekregen dat er een demo-model beschikbaar zou zijn, enkel vandaag. Ik heb geïnformeerd over tegen het einde van de maand verwachten ze ook demo-modellen in de winkel te hebben voor alle klanten, dan die kunnen komen testen. Ze hebben mij verwittigd omdat ik al een prijsofferte had gevraagd, zo hadden ze mijn gegevens. Dus de Zero SRF is een volledig elektrische motorfiets, vergelijkbaar met de andere modellen van Zero. Alleen die andere modellen van Zero zijn zo vrij lichte motors, maar rond de 50 pk ongeveer, of is 60 pk iets, en die zijn niet super zwaar. Het zijn ook lichte modellen in de zin van het zijn meer cross. Het heeft meer weg van een crossmotor dan van een echt zware motorfiets. Het ontwerp lijkt veel op de Honda CB, de nieuwe Honda CB1000 is, denk ik. Voor de rest, als we de specificaties bekijken, ik ga het even moeten aflezen, maar als ik het aanvroeg, het bereik ligt rond de 200 km in de stad. Nee, bij gemengd gebruik, als je in de stad rijdt, iets meer dan 200 en als je dan op de snelweg rijdt, iets minder dan 200. In de standaardconfiguratie, maar je kunt ook extra een powertank kopen. En dat is dan iets dat in de, eigenlijk op de motor, waar dat in de tank heb je nu zo'n klep waar dat je nu kunt als bagage van alles in plaatsen. En daar kunnen die extra accu in plaatsen. En dan heb je een bereik van maximaal 320 km. Het is volledig elektrisch, dus dat betekent dat je ook... ze maken ook gebruik van luchtkoeling. Dus je hebt niks van vloeistoffen dat je moet vervangen. Het onderhoud bestaat hem echt enkel uit het vervangen van de banden als die versleten zijn. En het vervangen van de remblokjes als die versleten zijn. En natuurlijk ook de aandrijving. Er is een riem, het is een aangedreven met een riem. Die moet ook vervangen worden. Elke 20.000 kilometer, hebben ze mij gezegd. Qua gewicht, volgens de... ik heb erop gezeten, ik heb ermee gereden. Het voelt hetzelfde aan als mijn GS. Het is geen licht. Als ik hier kijk op de website, het is 220 kilo. Ik denk dat mijn GS 230 kilo is. Dus ja, die 10 kilo, dat merkt je niet. Plus dat gewicht, zoals bij de GS, zit het gewicht vrij laag. En niet zoals bij veel viercilinders, dat gewicht vrij hoog zit. De prijs ligt trouwens rond, je hebt een van in de 20.000 de standaardversie. En dan voor de premium versie, dan heb je handvatverwarming. De flyscreen en wat andere extra opties. Daarvoor is het bijna 24.000. Maar je hebt dan nog niet het extra batterijpak en ook nog niet de snellader bijvoorbeeld. Voor de rest... wat de rijervaring betreft, dus je hebt geen koppeling, dus je hebt geen koppelingshendel. In de plaats daarvan, bij veel van die scooters, krijg je dan remmen zoals je op een fiets krijgt. Dat je dan rechts en links een rem hebt, dat je op je stuur de twee remmen hebt, omdat je voeten op de planken zou kunnen zetten bij zo'n scooter. Het was heel onnatuurlijk als motorrijder om zo te moeten remmen. Plus dat die scooters, zelfs de BMW 650 GT bijvoorbeeld, wat al een snellere motorscooter is, eigenlijk dat voelt nog altijd niet snel aan. Dat is eigenlijk heel saai om mee te rijden, omdat je niet die beleving van de wind hebt. En ook niet de beleving van snelheid, omdat er niet echt snelheid in zit. Maar met deze SRF van Zero heb je echt wel zitten volop in de wind. Dat is niet zo interessant als je veel klimmers moet doen, maar wel als voor de beleving. Je hebt heel veel snelheid. Je hebt geen geluid, dat is spijtig. Je hoort eigenlijk alleen maar de wind en je kan een klein beetje zoom horen. Of het is meer de aandrijving van de riem, denk ik, dat je hoort. Maar echt veel geluid is er niet. Dus het is meer de omgeving dat je hoort en de wind. Het vertrekken was heel gemakkelijk. Je kunt eigenlijk door een klein beetje gas te geven, of ja, gas is het niet, maar door je gas of door je versnellingshendel een klein beetje te draaien, kun je heel gedoseerd, heel traag. Je kunt echt heel gemakkelijk stapvoets rijden. Je hebt verschillende modi waarin je hem kunt instellen, van straat naar reis naar regen, noem maar op. Ik heb maar een heel kort ritje gedaan, ik had niet zoveel tijd. Maar ik was wel onder de indruk van de snelheid en het gemak ook waarmee je rijdt, zonder dat het saai is. Brembo, monoblok, remmen vooraan, dubbele schijven. De veer van achter is zoals dat bij de Kawasaki ER zo opzij in het frame zit. Dat is daarmee vergelijkbaar.
Het accupakket is zo met een, in een metalen behuizing. Het is volledig luchtgekoeld. Het zadel heb je in verschillende hoogtes. Maar je zat eigenlijk vrij goed, vrij comfortabel zoals dat ik hem nu, zoals ik, dat ik er nu mee gereden heb. Ja, de beelden als ik ermee aan het rijden ben, zijn absoluut niet spectaculair. Omdat er eigenlijk, ja, er is geen geluid. Ik denk dat dat het grootste gemis was. Maar het was wel een gemak om mee te rijden. En de snelheid en sensatie is er echt wel. Het frame is zo een buizenframe, een beetje vergelijkbaar met de Ducatis. Eigenlijk is het gewoon een samensmijnsel van verschillende motorfietsen. Het is allemaal super mooi afgewerkt. Je ziet eigenlijk geen één draadje, ja, los van natuurlijk de remleidingen. Je ziet eigenlijk nergens een draadje of zo, iets dat uitsteekt. Het is allemaal heel mooi afgewerkt, het is allemaal heel mooi vormgegeven ook. Er zit ook een app bij trouwens om instellingen te maken qua... Ja, je kan trouwens... Je kan heel veel dingen instellen, zoals bijvoorbeeld ook hoeveel dat de motor remt als je de gas lost of de versnellingshendel loslaat. En bij een gewone motor, bij een brandstofmotor, is dat afhankelijk van je cilinders. Een viercilinder blijft gewoon rechtdoor rijden. Een tweecilinder gaat veel meer motorrem hebben, een driecilinder ligt daar tussenin. Bij dit kun je dat gewoon in de menu gaan kiezen, hoeveel motorrem dat je wilt. Ja, ik ben nu net naar de foto aan het zien, ik zie dat het geen Brembo remblokken, remklauwen zijn. Het is een ander onbekend merk. Dat is wel spijtig, voor die prijs zou het wel premium onderdeel mogen zijn, vind ik. Ook de vering van Showa, denk ik, dat is volgens dat ik er iets van ken, is dat ook hetgeen dat Honda en Yamaha gebruiken om nog goedkopere modellen te kunnen produceren. Dat is wel spijtig, want het is totaal geen goedkope motorfiets natuurlijk. Hè. Maar voor de rest wel een superleuke ervaring. En als je dus zelf wilt gaan testen, vanaf eind deze maand gaan ze beschikbaar zijn, de demo-modellen om te gaan testen.